Hoe interesseer je kinderen voor alles wat er buiten te beleven is? IVN-afdeling Almelo organiseert een nieuwe natuuroudercursus die op maandag 6 maart van start gaat. Wat is en doet een natuurouder? Natuurouders, zoals ik het in beeld heb, zijn ouders die belangstelling hebben voor de natuur. Gek zijn op de natuur, respectvol omgaan met de natuur. Meer willen weten over natuur, geïnteresseerd zijn in de natuur. En ook geïnteresseerd zijn om die kennis over te brengen op hun kinderen en op andere schoolkinderen. Nou, wij vinden het ook heel belangrijk dat onze volgende generatie dat ook leuk blijft vinden. En ook in aanraking blijft met de natuur. Want in wezen is het met deze kinderen zo dat ze niet zoveel meer buiten komen. Dat is zo. Je merkt ook dat andere kinderen die midden in het veld in zeer geïnteresseerd zijn. En ook de dingen die gewoon er zijn in de natuur, waar ze gebruik van kunnen maken. Dat is gewoon veel mooier dan het speelgoed allemaal. En de afwisseling van binnenzitten en af en toe naar buiten gaan en nog iets educatiefs doen, dat is gewoon heel belangrijk. En nou ja, er zijn ook zoveel leuke dingen. En door de natuuroudercursus zijn we dus nog meer geïnspireerd geraakt om dingen te gaan doen met de kinderen. Want je krijgt van alles aangereikt over water, diertjes, over diersporen, kriebelbeertjes, kleine beertjes in het bos, met de microscoop werken, water onderzoeken, dat soort dingen. Wat je normaal niet voor handen hebt, dus die kun je hartstikke mooi gebruiken. Gratis lenen en ja, daarbij eigenlijk gek als je dat niet doet. En vertel eens, zo'n natuuroudercursus, hoe zit die in elkaar dan? Is dat elke week, elke maand? Wij hebben de cursus 8 jaar geleden gedaan en volgens mij bestaat hij nog ongeveer uit dezelfde onderwerpen. En nou ja, dan ga je 8 keer naar een bijeenkomst en vaak is het een theoriegedeelte en daarnaast een praktijkgedeelte. Altijd heel interessant met een groep geïnteresseerde mensen, gelijkgestemden. En ook goede leraren altijd. Nou, en na de theorie ga je naar buiten, dan ga je het geleerde in de praktijk brengen. En nou ja, dat probeer je dan ook weer op de een of andere manier over te brengen op de kinderen van school. Nee. Gaat er behoorlijk wat tijd in zitten als ik het zo hoor. Ja, maar het is ook, het geeft ons wel heel veel energie. We zijn met een groepje enthousiaste moeders, zeg maar. Maar we geven dus ook de lessen voor de kinderen die niet van ons zijn, zeg maar. Dus ook uit de groepen waar onze kinderen zelf niet in zitten. En ja, daar moet je niks uitmaken. Nee. Wat vindt de Windhoekschool er zelf van? Die zijn heel enthousiast en die promoten het ook heel erg. We hebben ook een subsidiepot aangevraagd en daar zit een potje met geld in waar we dus leuke dingen van kunnen doen. Bijvoorbeeld, we zijn met insectenhotel aan het timmeren op school. Nou, materiaal, onkosten, die kun je daar weer uithalen en daar word je alleen maar enthousiaster van. Want dan kun je ook, we hebben met moestuin schepjes nodig en hout nodig en nou ja, dat kun je dan daarvan aanschaffen. Allemaal low budget, maar ja, wel heel leuk allemaal. En, ja. Wat vond je hiervan? Leuk. Wat heb je nou hier geleerd? Kan je daar wat over vertellen? Wat loofbomen zijn en wat naaldbomen zijn en dat soort dingen. Leer je dat dan hier in de klas? Jawel, maar dit was wel iets leerzaam, want nu kun je het ook echt zien.